In gesprek met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, minister Henry Ory, voor de aanvang van de Raad van Ministers, werd er naar een update gevraagd in zaken de inschrijfgelden van dit schooljaar en hoe de regering zal inkomen om de groep die het niet kan permitteren tegemoet te komen. Hier de reactie van minister Henry Ory van MINOC. Nou kijk, dankjewel voor die vraag. In elk geval is het zo dat de regering al een hele tijdje voorbereid heeft de tegemoetkoming van de studiekosten. En daar is eindelijk nu een deel voor gestort, waardoor ook kunnen werken is voorbereid met de NOB samen. We kijken dus naar de VOS-scholen en natuurlijk HBO-instellingen waar openbaar onderwijs ondersteuning aan geeft. En wij proberen dan voorzichtig nu te kijken hoe mensen zich kunnen melden bij de NOB onder duidelijke richtlijnen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming inderdaad, om de druk een beetje wat lager te zetten. Tegelijkertijd zie je ook dat al die instellingen vragen naar verhoging van de inschrijvingskosten. Dus het is een niveleer. Ik kan ze niet allemaal afkeuren. We hebben heel streng gekeken naar die bedragen, lichte verhogingen. Je komt er onderuit als je kijkt naar de inflatorenwerking en allerlei kosten van, ook voor studie. We proberen de schade zo minimaal te houden, maar er is een mogelijkheid om een tegemoetkoming dus aan te vragen. Kijk, er is een aanvraagprocedure. Er komt binnenkort heel gauw een persconferentie wat nu voorbereid waar het ministerie samen met de NOB nog een keer heel detailistisch de mogelijkheid gaat geven om jullie vragen te beantwoorden. Ik ga die uitnodiging heel gauw doorkomen. Maar waar het om gaat is dat mensen proberen nu dat je de periode van 1 augustus tot en met eind oktober 31 de mogelijkheid hebt om een aanvraag in te dienen. Dat zal per gezin, per individu heel anders liggen. Want je moet natuurlijk kijken, zijn er meerdere kinderen die mogelijk werden krijgen, een soort korting erbij. We hebben een bepaald bedrag waarmee we kunnen werken, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt, maar ik zou zeggen van, we gaan toch best wel moeten nadenken hoe we het fonds wat meer geld geven. Want de noden zijn groot, hoor ik. Ook met materiaalkosten die je moet aanschaffen. Dus we moeten breder gaan kijken, maar het is alvast een begin. En afhankelijk van het succes of werkelijk gebruik maken van de tegemoetkomingskosten en producten, van, als het ware, dus dat dus beschikbaar worden gesteld door de NOB, zullen we kijken hoe we extra middelen in het fonds stoppen, zodat het een beetje meerdere mensen kan helpen en meerdere niveaus kan ondersteunen.